Maar voorzitter, ik wil u even meenemen en de Kamer naar het jaar 2041. En het moet ergens in dat jaar zijn dat opa Dijkhoff op een zondagmiddag in zijn villa in Prinsenbeek, net buiten Breda, alle kleinkinderen op bezoek heeft. En een van die kleinkinderen vraagt naar het bekende verhaal. Het verhaal waarvan iedereen in de familie weet dat opa Klaas gaat glunderen als hij het vertelt. Vertel eens, opa Klaas, hoe bent u erin geslaagd om dat kinderpardon af te schappen, riep een van die Dekselse Dijkhoffjes. Nou ja, eigenlijk best easy. Opa had een interview gegeven in die haatzijkrant De Telegraaf over klimaat. En ik ging expres een beetje te ver. Ik dreigde het kabinet te laten vallen en toen werden mijn kabinetvriendjes boos. Toen wilden de drie vriendjes mij een oor aannaaien door alle buitenlandse kindjes in asiel in Nederland te houden. En dat was 3-1. Boah, wat gemeen, zeiden die Dekselse Dijkhoffjes. Maar een Dijkhoff een oor aannaaien, dat gaat niet zomaar. Want wat heeft opa Klaas jullie geleerd? En alle kinderen riepen in koor, wisselgeld is slecht, cash is echt. Heel goed kindertjes, zei opa Klaas, terwijl hij tevreden over zijn buikstreek. En toen heeft opa Klaas gezegd, oké, alle buitenlandse kindjes in het asiel mogen blijven, maar dat is dan ook de laatste keer. Dit doen we dus nooit meer. En zo hebben we dat afgeschaft. En is dat alles? Riepen de kindertjes. Nee. Jullie kennen opa Klaas al langer dan vandaag. Ik heb veel meer gedaan voor Nederland. En de kleinkinderen hingen aan zijn lippen. Jullie weten dat als er oorlog is, dan zijn er mensen niets meer hebben. Die met wapens uit Amerika zijn verwond en de huizen kapot zijn geschoten. En hun kindjes kunnen niet naar school en hebben niets te eten en zijn erg ziek. En wij hadden afgesproken dat 250 van die kinderen en van hun papa's en mama's naar Nederland zouden komen. Maar opa Klaas heeft er persoonlijk voor gezorgd dat die kinderen daar lekker mogen blijven met hun ouders. Dat we niet hoeven te helpen. Maar toen vroeg het jongste Dijkhoffje, maar opa, dan gaan die kindjes en hun papa's en mama's misschien wel dood. En alle kleinkinderen met opa Klaas voorop riepen in koor. Ja. Ja. Ja, dus.